20 jaar nadat Sylvie Melody Vlaanderen inpakte met haar versie van Michael Jackson's Ben, heeft het ex-kindsterretje het gisteren nog één keertje willen zingen. Een ambtenaar van het Limburgse provinciehuis had haar gewonnen in een wedstrijd uitgeschreven door de organisator van I Love the 80s. Maar Sylvietje is ondertussen Dance Vamp Silver geworden en allang geen poppetje meer. Normaal gezien zou het 20 jaar geleden moeten zijn, maar ik heb het over laatst nog eens bij M&M gedaan. En het is natuurlijk wel niet zo gemakkelijk om nu als 28-jarige nog eens te gaan zingen. Want ja, mijn stem is wel wat veranderd, dus ik heb het wel zo'n beetje aangepast op mijn stem nu. Maar het is altijd nog wel speciaal als ik dat moet zingen, dat wel. De tekst zit er eigenlijk in gebakken. Dat is al van kleins af aan dat ik zoveel heb moeten zingen. Jij kwam van een ander land. Ja, ik ben er nog niet beu gehoord. Maar dat is ook omdat er misschien een pauze van 20 jaar tussen zit. Dat kan ook zijn. Jij bent mijn beste vriend. Jij bent mijn beste vriend. De wereld is geen kinderspel. Op mijn 8 jaar besefte ik niet echt wat er allemaal gaande was. Het zingen vond ik superplezant en op dat podium staan, dat was mijn ding. Maar soms was dat voor mij als kind ook raar dat er dan zo'n volk staat te kressen en te doen. Dan had ik altijd zoiets van, waarom doen die zo? Ik heb eigenlijk altijd een normale jeugd gehad. Het is daarom dat ik er ook nog goede herinneringen aan heb. Misschien moest ik dan eens optreden, maar daarna zat ik met mijn Barbiepoppen te spelen en met mijn vriendinnetjes. Ja, ik pakte die altijd mee naar die om te zien. En dan zat ik in mijn kleedkamer met mijn Barbiepoppen te spelen. Dus dat was altijd, ja, ik vond het altijd plezant. Voor mij was dat niet echt zo. Om Clouseau toen in de tijd te zien, was dat niet van wauw, dat is Clouseau. Omdat, ja, dat was gewoon dat ik er altijd tussen liep. En het enige wat ik wel altijd deed, was voor mijn vriendinnetjes op school handtekeningen gaan vragen. Dan moest ik een hele lading handtekening van iedereen meebrengen. En dan waren die ook content. En dat was altijd, dat was wel echt wel een plezante tijd. Dat was in mijn tienertijd zo wat, dat ik het Sylvie Melody tijdperk wat wou vergeten. Omdat ja, toen in een tijd, zo, als ik wat tiener was, dan werd ik er zo'n beetje mee gepest. Je kent dat, dat is altijd zo wat. Maar nu ja, ben ik ouder en geen een tiener meer. En nu is dat, als ik dat nu dan weer zie, dan vind ik dat weer schattig en grappig. En ja, zeker die kleren en mijn haar. Maar nu vind ik dat echt niet erg. Niet meer. Ik bedoel, daar is het mee begonnen. Dat is een deel van mij en dat zal ik nooit niet kwijtraken. Ja.